Een apparaat waarmee je zelf steunkousen kunt aantrekken. Of een digitale agenda met geluidssignalen voor mensen met dementie. Of wat dacht je van een douche die je na afloop helemaal droog feunt. Dit wordt zorgtechnologie genoemd. Deze nieuwe technologie is hard nodig omdat er steeds meer ouderen komen en er een groeiend tekort is aan zorgpersoneel. Volgens D66 moet de gemeente daarom nu investeren in de ontwikkeling en toepassing van deze technologie. Zo kunnen we over een paar jaar iedereen die het nodig heeft nog steeds de zorg en ondersteuning bieden. Een van de grootste opgaven denk ik de komende jaren, hè, dat we veel te weinig mensen hebben voor de grote groep mensen die straks zorg nodig heeft. En dan zie je dat zorgtechnologie een van de weinige instrumenten is die eigenlijk geen extra capaciteit vragen, maar die wel kunnen zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Ja. Denk bijvoorbeeld aan een steunkousautomaat. Ja. Daardoor hoeft een professional niet die handeling zelf te doen en kunnen ze weer bij andere mensen ingezet worden. Dus het gaat vooral om het slimmer inzetten van de schaarse personeel. Bij de Technologie- en Zorgacademie in Zwolle kunnen zorgprofessionals en studenten leren over nieuwe technologieën en ermee oefenen. Zo kunnen zij deze kennis doorgeven aan patiënten die zo'n apparaatje dan zelf kunnen bedienen. Hiermee is het niet meer nodig dat er een verpleegkundige of een verzorgende langskomt en kan de persoon zelf zijn sok aandoen. Ja. Die een directe mop als het ware, je doet je voet erin en vervolgens zit je ding. Nou, werkt heel arbeidsbesparend. Ja, dat komt heel vaak voor, denk ik, steunkousen. Het komt heel vaak voor, dus dat is echt wel iets wat ook heel... ten eerste geeft het mensen meer vrijheid, ze hoeven niet steeds te wachten, want goh, wanneer kunnen mijn steunkousen aan en dan kan ik pas weer gaan lopen. Ja. Dus dat is vervelend, dat je moet wachten op personeel. Maar ja goed, wij hebben natuurlijk ook onze planningen en veel mensen in de planning. En anderzijds is het ook zo nu dat we er niet meer heen hoeven. Dus dat is kostenbesparend. Dus mensen worden wel geholpen, maar vervolgens gaat dat niet meer met personeel. Hè? Wordt het nu al gebruikt? Wordt al gebruikt, ja, zeker. En niet op grote. Dat is echt wel, de ene doet dat wat meer dan de ander. Dat is ook precies wat we aan het doen zijn. Om te kijken, kunnen we dit soort innovaties nog meer implementeren bij organisaties of dat organisaties het zelf implementeren. Het mooie van zorgtechnologie is dat het schaarse zorgpersoneel haar kostbare tijd effectiever kan inzetten. Zo ontstaat er bijvoorbeeld weer ruimte voor persoonlijke aandacht en contact. En met zorgtechnologie, ik denk dat iedereen het schrikbeeld kent van de robot die je billen komt wassen. Maar wij zoeken echt naar de initiatieven waarbij de menselijke maat wel echt bewaard wordt. Menselijk contact, op het moment dat je dat verliest, dan verlies je denk ik ook de inzet van de technologie. Ja. Dus we moeten vooral op zoek naar middelen waardoor we de schaarste van het personeel beter in kunnen zetten. De technologie is niet alleen goed vanwege de krapte in personeel, maar is ook nog eens een keer heel fijn voor de zorgvraag. Hoe fijn is het? Ook voor de een meer dan voor de ander. Om niet te hoeven wachten weer op de verpleegkundige, op de verzorgende, om gewassen te worden. Ja. En dat je jezelf nog kan bedrijven. Ja. Mensen willen dat graag. Oudere mensen vinden het best fijn dat daar iemand langskomt, hè, voor het sociale component. Ja. Als je het aan jongeren vraagt, zeggen ze, zet mij maar in een wasstraat, zeggen ze letterlijk. Ja. Nou, dit is nog geen wasstraat, maar... Nou, dus dit gaat er allemaal wel aankomen. Zorgtechnologie is de toekomst dus. En wat D66 betreft zo snel mogelijk. Daarom hebben ze een initiatiefvoorstel gedaan die de inzet van innovatie en zorgtechnologie versnelt en versterkt. Wij doen in ons voorstel eigenlijk een oproep tot drie dingen. Dat is de gemeente die initiatief moet nemen om een visie te maken met partners. Hè, want er zijn, zoals we zeiden, al veel partners die iets doen met zorgtechnologie. Een onderzoek naar verschillende perspectieven. Dus wat hebben inwoners eraan? Wat kunnen studenten betekenen? Wat doen zorgprofessionals, mantelzorgers? En wij willen heel graag dat er ook een uitvoeringsagenda komt. Zodat we ook in de praktijk de innovaties die werken kunnen gaan versnellen. Dat mocht de grote golf van de vergrijzingen bijvoorbeeld aankomen. Ja, dat we dan klaar zijn voor de inzet van zorgtechnologie. Hey Tessa, wat kun je voor me doen? Goedemiddag. Het is 5:00 geweest. Dankjewel.